Goedendag en welkom bij Privé TV. Gert Verhulst en zijn K3-vrouwen hebben jarenlang de gemoederen bezig gehouden en de appel valt niet ver van de boom. Zoon Victor heeft zijn hart verloren aan Marten, zoals vader Gert eerder aan Josje en Karen. Allemaal plezant en wel, maar hebben de andere K3-leden straks nog een reden om zich Oja Lele te voelen? Jan Uriot is hier. Jan, fijn dat je er bent. Ja, Mark. Ja, het is wat. Relaties op de werkvloer, je moet het eigenlijk allemaal niet willen. Joop van den Ende, en we hebben het hier over de Vlaamse Joop van den Ende, die Gert Verhulst. Mm-hmm. Joop van den Ende in Nederland heeft altijd gezegd van, ik wil het eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon slecht, het geeft scheve verhoudingen. Want stel je voor, Marten die is nu met Victor, de zoon van Gert. Ja. Allemaal leuk en wel. Maar zij gaat op een gegeven moment, net voor het slapen gaan bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Ja. Dan gaat ze er ongenoegen uit over Klaasje, want die is die dag heel lelijk geweest tegen haar. En dan komt dat natuurlijk de volgende dag bij de baas terecht, bij zijn vader. Dan heeft Klaasje een probleem. Dan heeft Klaasje een probleem. Het kan ook zo zijn dat ze zich begint te beklagen tegen Victor over de salaris. Dat is niet al te hoog hoor. 3400 euro per maand. Dat kreeg Josje. Ik kan me niet voorstellen dat Marten meer gaat krijgen op dit ogenblik. Dus 3400 euro. Bij de Albert Heijn verdien je het niet. Maar ik vind dat deze mensen meer moeten krijgen. Want ze staan in grote hallen. Merchandising. CD's, DVD's gaan er over de toonbank. Hier zien we het al. Leuk onderbroekje heb ik ook. Nou. Dat moet meer geld opleveren. Dus dat zij gaat zeggen van ja, ik moet meer geld, dat kan ik me voorstellen. En dat hebben we eerder gezien. Dat hebben we veel eerder gezien. Gert is eerder geweest met, hoe heet ze, Karen? Karen, ja. Hadden wij de primeur van, heb ik begrepen. Dat zijn de eerste foto's die waren schokkend toen. Oh, dat keurige meisje die toen met die meneer van die hond ging. Maar zij verdiende dus meer dan de collega's. Dat was toen duidelijk en dat is later door Kabouter Plop weer rechtgetrokken. Maar het was wel waar. Het was wel waar inderdaad. Zij kreeg opeens meer. Dus die heb ook de beklag gedaan bij de baas. Even terug naar nu. Marten en, hoe heet hij? Sorry, Victor. Victor. Marten en Victor. Hoe gaat Marten nu om met de vader Gert? Want daar was ook nog het een en ander aan de hand. Ja, Gert was in eerste instantie geen fan van Marten. Dat bleek inderdaad bij die zoektocht waar we meer lastig werden gevallen. En hij vond haar te streng of te droevig kijken. En toen heeft ze ook nog gezegd van nou, dan laat ik wel een ooglidcorrectie doen als dat het probleem zou zijn. Wat natuurlijk idioot is natuurlijk voor zo'n jonge meisje. Maar wat zien we nu inderdaad? Er is een nieuwe hoes gemaakt. En we zien toch daadwerkelijk dat Gert waarschijnlijk toch wel een probleem met dat uiterlijk heeft. Want kijk nou eens, hier is dus flink aan geshopt. Maar dat is belachelijk. Dit is geen schminkje wat erop zit, dit is geen poeiertje. Hier is echt iets weggewerkt. Maar dit is een heel leuk mooi meisje en zeker met kinderen is en dit... Daarom denk ik maar zo dat Victor gezegd heeft tegen pa tijdens die zoektocht van dat meisje moet je door laten gaan, want die vind ik leuk. Even over de relaties nog even heel snel. Hoe gaat Gert nu met zijn exen om? Want dat zijn er eigenlijk wel best wel wat geweest. Het zijn er inderdaad heel erg veel. Nou, laat ik het even dan maar op Josje houden. Ja. Daar heeft hij geen contact meer mee. Wat heel raar is. Ik bedoel, de nieuwe traden aan, de nieuwe K3'tjes. En vervolgens heeft hij nooit meer iets van Josje gehoord. Raar is dat. Ja. Sterker nog, Christel, moet ik zeggen... Ja, ik vergis me ook wel eens, hè. Ze lijken allemaal op elkaar. Ja, Martin. Ja. Maar Christel, die heeft meteen een dag daarna, na het vertrek, heeft ze Josje ontvriend op Facebook. Dan ben je toch ook niet helemaal lekker? Nou, ik bedoel, dan heb je jaren met elkaar opgetreden en dan opeens word je ontvriend op Facebook. Nou, en dat gaat niet per ongeluk, hè. Je weet dat je daar een aantal handelingen voor moet doen. Dat is niet even enter en wegwezen. Over K3, de populariteit van die groep. Hoe zit het daarmee? Want er is nu inmiddels zoveel veranderd. Is het überhaupt, leeft het nog? Ja, en dus we zullen nog heel veel wisselingen mee gaan maken. Dat kan allemaal, want K3 is net als Sinterklaas. Iedereen past in het pakje. Dankjewel, Jan. Ja. Dit was Privé TV. Meer nieuws en video's op privé.nl. Tot snel.